Zo. Prima bootje, maat. Achteruit zal de hand in hand. 3, 2, 1. Dames en heren, jongens en meisjes, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag is het de dag dat we de boot op gaan. Mijn video is nu aan het renderen, maar ik meen het serieus. Ik was nog even binnen iets pakken en opeens is iedereen weg. Dus die busjes waren hier net en die zijn dus nu al weggegaan. Maar ik had net even gebeld en ze komen terug. Maar ze wisten dus helemaal niet dat ik nog in het huis was. Lekker is dat. Ze vergeten me gewoon. Het is niet normaal. Jongens, ik heb het gehaald. Ze zijn teruggekomen gelukkig. Zo. Prima bootje, maat. Volgens mij was dit niet helemaal de bedoeling. Nee, ja. Zo, wat een ding, hé. Niet normaal. Zo, jongens, mijn video is gerenderd. Maar wat een bootje, jongens. Godzidorie, zeg. Living the life. Living the life. Zijn er nieuwe mensen aangekomen? Pop en Hanno, kijk eens gezellig. Ach, ach, ach. Deze hebben we ook nog over van gisteren. Wat een leuke dag, jongens. Zo, jongens, deze boot is echt niet normaal. Holy shit. Het is geen lullig bootje, Dan. Hé, hey, deze boot is echt fucking dik. Zo. Heb je bootje, hoor. Next Toy heet hij ook. Vind je hem te klein? Ja. Wat een patser is het ook, hè? Het is echt leuk, jongens. Er komen straks ook jetskis later, dus het wordt echt fucking dik. Stiekem genieten, hè? God. Oh ja, dat is het leven. Giovanni, hè? Giovanni. Is dit nou het leven? Daar gaan we, jongens. De haven uit, richting Formentera. We zitten nu op de boot, jongens, maar er zijn best wel wat golven, dus het is even goed vasthouden. Jonge dame, zeg waar is dat vuifje? Ik ben altijd geboren voor een vuifje. Jongens, ik vind dat de bootvaart zo leuk. En we zijn er onderweg klaar voor Formentera en dan gaan we daar liggen. En als het goed is, wordt daar nog opgehaald met andere kleine ripjes. En dan worden we naar het strand gebracht daar en dan gaan we daar weer lunchen. Ook weer net als vorig jaar. En er komen straks jetskis aan, seaboats. En we kunnen hier straks van de boot op springen. Jongens, één en al top. Daar zijn we, jongens, Formentera. Kijk, jongens, het water wordt hier al helemaal blauw. Woe. Lekker, hoor. Wow! Wow! Bobby had vrouwen gespot ergens. Zeg maar, sommige mensen zeggen ja, ik hou niet van de zee, ik wil liever een zwembad. Maar ja, hier heb je een zwembad. Kijk, er zijn jetskis aangekomen. En. Kijk. We hebben een jetset gevonden. Let's go. Ik zal jullie een beetje de boot laten zien. Dit is het bovendek. En dan loop je hier naar beneden. En dan heb je hier ook nog een heel dek. Hey, jongens. Kijk hoe dik dit is. Kijk hoe vet, jongen. Zieke tv. Je kunt lekker naar buiten kijken. Hier is ook een tafel. Nog een binnentafel heb je hier. Zo dik. Hier kan je ook... Oh, dan kom je bovenuit. Oh ja, dit is waar de captain... Dit is waar de captain zit. En je kan ook nog naar voren hier. Kijk eens even, jongens. En dan heb je dit hier op de punt. Zo, is ook wel dik hoor hier zo. Het is echt een niet normaal grote boot, jongens. Echt, echt bizar. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Vorig jaar hadden we ook echt een bizarre boot. Toen was hij ook al echt groot. Maar jongens, deze is echt gewoon niet normaal. Wel lekker zo'n eigen DJ aan boord. Chill, hoor. Chill. DJ setje erbij. Helemaal top. We gaan nu weer een stukje verder varen, want op het plekje waar we net lagen mag je niet jetskiën. Ja, dat was een rustig bijtje. Dus we gaan nu naar een plek waar we wel mogen jetskiën en lekker mogen gaan kloten. Dus het wordt leuk. Hey! Hey! Hey!
We zijn aangekomen bij het andere plekje en daar zijn de jetskis weer. Want op het vorige plekje mochten we dat niet doen. Maar jongens, dat water hier zo lekker blauw, echt niet normaal. Polonaise! Kom binnen allemaal met je bitch allemaal. Jongens, Danny is net geweest en nu gaat Davy. Zo, maar jongens, holy shit. Jongens, ik was net aan het dronen en die dronebeelden zijn altijd zo fucking dik. Echt lijp. Hey Gio, je was lekker aan het kloten, maat. Het was echt leuk, ouwe. We wachten nu nog in de vlog. Ik mag niet meer. Echt niet? Zo hard gaan dat ik niet meer mag varen. Oh. Ik ben klaar, jongen. Eén keer is zand. Ja, joh. Oké, jongens, nu is het mijn beurt om te gaan jetskiën. Ik heb mijn GoPro'tje omgedaan. Gio is er al vanaf getiefd net. Ja, ik ben zo'n 30 meter vanaf mijn jetski afgevlogen, maar Davy moest niet zoeken waar hij was. Davy en Denise zijn ook al gevallen. Dan, ben jij net gevallen? Nee. Boy, yo, big boy. Okay. Danny heeft de grens niet opgezocht. Nee, Danny heeft de grens niet opgezocht. Weet je, ik ga nu ook. Let's go. Kan dit? Ik kan dit. Op de GoPro beelden zullen wij zien of ik afval. Ik denk, nee, dit kan ik goed. Awesome. Zo, Danny was het dan? Dat ding gaat hard, jongen. Wow. Ik ben net op de jetski geweest. Het ging hard, jongen, echt niet normaal. Zoals jullie op de GoPro beelden zo ook zagen, ging het echt fucking hard. En nu is Ruben aan de beurt. We gingen eigenlijk met die. Waar je op kan beginnen, ouwe. Ja, dit leven. Jawel, man. Dit zijn de beste dingen waarop je kan leren wat jetski deed. Met 300 pk, geloof je het zo? Jawel, wel makkelijk leven. Ik heb alleen op zo'n stuurding gezeten. Zo, Ruben gaat ook lekker daar. Lekker donuts te maken daar. The next movie. Nee? Ja, dat ding heeft 310 pk gegeven. Ja, deed je jetski machine in Dubai. Ja, ik durf niks, zeg. Maar dit is levens eerste keer. Ja, dit gaat fout. Boy, yo. Hoe was het? Gaat hard, hè? Gaat echt hard. Als dat ding op de bodem komt, is het mijn probleem. Maar echt, jongens, die dingen gaan zo knijten hard. Hoe was het? Gaat hard, hè? Gaat hard, hè? Daar gaat hij. Gaat prima, joh. Kijk eens. Hatsa. Oké, Boep en ik hebben echt een fantastisch idee. Achteruit staat hand in hand. Let's go. Fucking shit. Let's go. Kan niet goed gaan. Oké, we moeten wel een beetje handen bijhouden. Was er nog wat te zien bij die boot, of niet? Dit kunnen wij. Bro, ik dacht dat dat onze boot was. Ik dacht, dit is te shaman voor ons. Dan gaan we. Jongens, achteruit staat hand in hand. 3, 2, 1. Deze boot is groter, hoor. Hé, dat ging gewoon goed, hè? Ah, fuck goed. Gewoon springen, maat, dat kan makkelijk. Let's go, maat! We zijn weer onderweg naar huis. We moeten nog best wel een stukje terug, maar we hebben nog een goed feestje. We zijn weer aangekomen in de haven met de oude stad en we gaan weer lekker naar huis. We hebben een hele leuke dag gehad, het is echt top. Daar zijn we weer, jongens. Maar dat inparkeren hier, kijk even hoe krap dat is. Oh, dat is wel lijp, voordat ik hem achteruit zo erin moet parkeren. Echt lijp. Nou jongens, dat was hem. We zijn weer de boot af. Er is niks toy, hè?
Next Toy? Moeten we even een volgende bootje opzoeken. Next Toy heet hij. Nou, toy. Lekker. Of Next Oi. Next Oi. We zijn vandaag naar Ushuaia gegaan. We waren vandaag een beetje thuis gebleven, maar nu zijn we bij Ushuaia. En we gaan weer een heerlijk feestje bouwen. Let's go! Wow! Meisjes, gisteren was weer een legendarische avond. Het was echt fucking dik. Ushuaia vind ik sowieso heel gaaf. Het is een soort van Tomorrowland muziek. Dus je had Dimitri Vegas, Like My, Lost Frequencies. Het was echt heel dik. Alleen, we hebben nu een probleempje. We hebben onze koffers ingepakt en we moeten zo naar het vliegveld. Want we vliegen om 3:10 en we willen om 1:00 op het vliegveld zijn. Alleen, er is geen één taxi die opneemt. Elke keer als we een taxicentrale bellen, nee, dan hangen ze op. Ja? De kok kan ons brengen. Echt? Ja. Oh, chill. We moeten wel even inpakken, dan gaan we lekker die kant op. Oh, we hebben gelukt, jongens, de kok kan ons brengen. Oh, echt beter, hoor. Zo, boah. We hebben echt elke taxicentrale gebeld, maar niemand nam op gewoon. Maar goed, jongens, het is gefixt. Inpakken en richting het vliegveld. Nou, jongens, daar gaan we. Riep, toch beter, hè? Ja, toch beter. Ik vraag het maar even aan hem. Dan staan we hier gewoon nog straks. Anders hadden we hier nog gestaan, hadden we sowieso onze vlucht gemist. We zijn er, hoor. Geen stress, jongens. Oh. Het was echt kloten. We hadden echt alles gebeld. Elke taxicentrale, ze hingen allemaal gelijk op. En toen dachten we, vraag gewoon even aan de kok of het kan. En het kon. We zijn gebracht. En we gaan het halen. Zo, jongens, wij gaan lekker het vliegtuig in. We hebben echt een topvakantie gehad. We hebben zoveel gefeest. Het was zo gaaf. Maar nu is het tijd om weer lekker naar huis te gaan. Ik zei trouwens net dat Ushuaia, waar we gisteren waren, heel erg leek op Tomorrowland. Maar het is dus ook Tomorrowland. Het was Tomorrowland. Ja, het was Tomorrowland keer Ushuaia. Hij was echt gaaf. Ik vond gisteren echt heel dik. Ja, dat was echt dik. Dat was echt gaaf. Nou jongens, we zijn door de douane heen. Maar het is echt bizar. Mijn koffer wordt er altijd uitgepakt. Of het is mijn rugzak, of het is mijn koffer. Ja, het is echt gek. Maar ja, ik heb natuurlijk wel gewoon mijn drone en zo en mijn computer. Dus misschien dat ze het gewoon even willen checken altijd. En voor de mensen die er verstand van hebben, ik weet niet wat ze dan doen, maar ze halen dan soort van een klein doekje langs al die spulletjes. En dan doen ze het in zo'n scanner, in zo'n apparaat. En dan is het altijd oké, maar ik snap dan niet zo goed wat ze dan precies doen. Dus als je het wel weet, laat het eventjes weten in de comments, want ik ben best wel benieuwd. Nou, top jongens. Deze keer wel gewoon handbagage in het vliegtuig. Dat is top. Dan kunnen we op Schiphol gelijk lekker door. Oh. Uiteindelijk hadden we echt stress voor niks. Want wel, ja, oké, het is maar beter dat we gewoon de taxi hebben gepakt. Ja, de taxiregel was gewoon moeilijk. Alleen, we hebben net ongeveer al een uur zitten wachten. Maar goed, beter wachten dan te laat zijn. Oh, lekker jongens, daar zijn we nu. Dus het is zo chill dat je gewoon lekker je koffers bij je hebt. Dat je er niet meer naar die band moet naar staan te wachten. We kunnen lekker naar buiten. Oh. Hey. Hallo. Kijk eens hoe lief, jongens. Ze hebben een ballon voor ons gehaald, Ru. Ja, ze hadden eigenlijk gezegd, ze stonden hier ergens te wachten, weet je, waar je eruit komt. Maar ja, ze wisten dus niet dat we eigenlijk bij departure, of bij aankomst 1 en 2 aankwamen. Dus wij stonden boven. Verpest. Nou, de ballon is wel leuk. Moet je eens kijken, weer lekker thuis. Met mijn lieve vriendin. Nee, maar goed jongens. Ik heb echt een niet normaal leuke vakantie gehad. Heel veel vette ervaringen meegemaakt. Ja. Zeg je dat? Serieus? Ja, nee, ja, serieus. Was ook gewoon echt leuk. Dus echt gewoon een hele leuke vakantie gehad. Heel veel vette dingen gedaan. En ja, allemaal nieuwe leuke dingen erbij. Nieuwe vette ervaringen opgedaan. Maar goed, dames en heren, jongens en meisjes. Vond ik dat ook een hele leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later!